Goedendag, mijn naam is Nicolas Sintobin. Ik ben jezuïet en internetpastor en ben blij dat ik vandaag iets mag vertellen bij de uitreiking van de prijzen voor het beste spirituele en religieuze boek. Ik schrijf de laatste jaren meer en meer, zowel korte dingen als langere zaken, boeken, artikelen en dergelijke meer. Ik vind schrijven boeiend en leuk. Het helpt mij om mijn eigen gedachten helderder te krijgen en te onderzoeken, kritisch, op hun coherentie. Ik schrijf graag over zaken die ik zelf uitkies, maar ook over onderwerpen die mij worden aangereikt. Want dat geeft mij paradoxaal genoeg een gevoel van vrijheid en stimuleert mijn creativiteit. Ik heb het voorrecht om vooral te mogen schrijven over geloof en spiritualiteit, dus te zeggen, de zaken die in mijn leven een heel belangrijke plaats innemen. Als ik terugblik op mijn wijze van schrijven, dan merk ik daar een aantal constantes en ook een aantal evoluties. En ik zou 4 punten met jullie kort willen doornemen. Ten eerste merk ik een grote aandacht voor helderheid, voor eenvoud en voor structuur. Tijdens mijn opleiding als jezuïet heb ik heel wat gestudeerd, filosofie, theologie, andere zaken, maar ten gronde ben ik een jurist gebleven. Voor ik intrad, ben ik 9 jaar lang in het recht ondergedompeld geweest. En datgene wat mij het meeste heeft getekend, denk ik, gevormd, is mijn 2 jaar werken als advocaat, medewerker van een advocaat bij het Hof van Cassatie. Ik heb dus heel wat verzoekschriften, memories van toelichting en dergelijke geschreven. Documenten van gemiddeld 10 bladzijden lang, geformuleerd als één enkele zin. Maximaal gecodeerd, geformateerd om te komen tot een zo groot mogelijke eenduidigheid en helderheid. Want dat was gekend in het cassatiemilieu. De raadsheren en de raadsdames in cassatie doen niets liever, bij manier van spreken, dan verzoekschriften af te kunnen keuren wegens onduidelijkheid, wegens dubbelzinnigheid. Wel, met permissie gezegd, in de sector van het geloof lees ik vaak heel diepzinnige gedachten. Maar meer dan eens krijg ik er eerlijk gezegd kop noch staart aan. De opbouw, de interne logica zijn mij althans onduidelijk. Je zou kunnen zeggen, dat is niet zo erg als de ziel maar wordt geraakt, dat zal wel zijn. Maar als je het ook snapt, als je het ook kan onthouden, dan gaat het uiteraard veel dieper en zijn de vruchten talrijker. Zelf besteed ik bij het schrijven veel tijd aan structuur, aan logica, aan opbouw. Dat is keihard werken, vind ik, zin per zin, paragraaf per paragraaf. Wat wil ik eigenlijk zeggen? Waar gaat het eigenlijk over? Dus veel schrappen, herschrijven, herordenen. Niet in één ruk vraagt veel tijd, vraagt herlezen, vraagt laten bezinken. Het denkwerk, meen ik, gebeurt het best maximaal door de schrijver zelf. Dat is geen onderschatting of minachting van de lezer, maar de lezer wordt overspoeld door alle mogelijke teksten. Als het voorwerk reeds gedaan is door de schrijver, als die werkelijk weet wat hij zij wil zeggen, dan zullen de vruchten aanverwant zijn. Zo niet dreigt het een soort van spiri of relitainment te zijn. Daar dank ik voor. Ten slotte, om zeker te zijn van de helderheid van mijn teksten, leg ik die doorgaans voor aan anderen. En ik houd systematisch rekening met hun opmerkingen. Als hij of zij het niet snapt, dan is er gewoon iets verkeerd. Punt aan de lijn. Tweede karakteristiek die ik vaststel, en ook evolutie voor een stuk bij mijn schrijven, zal ik omschrijven als onderscheidend, intuïtief schrijven. Een ommekeer in mijn schrijftechniek, althans in het bewust daarmee omgaan, heeft voor mij plaatsgevonden tijdens mijn filosofiestudie in Parijs, toen ik mijn eindwerk moest maken.
En naar goede Franse gewoonte vroeg de professor die mij begeleidde om een mooi uitgewerkt plan voor te leggen nadat ik de voorbereidende lectuur had afgewerkt. Ik begon daaraan. Het lukte van geen kanten. En ook reeds in vroegere papers had ik vastgesteld dat ik veel meer een onderscheidende, zou ik zeggen, een intuïtieve manier heb van schrijven. En in het gesprek dat ik daarover voerde met die professor, gelukkig maar, bevestigde zij mij helemaal in die manier. Zo kan het net zo goed. De structuur en ook de uitkomst van datgene wat ik op papier wil zetten, kristalliseert zich door het schrijven in het schrijfproces, zelf. Ik stel het gewoon vast, soms begint die pen sneller te bewegen. Er komt creativiteit en enthousiasme. Eindelijk wordt duidelijk wat ik ergens aanvoelde en wat ik nu ook kan uitdrukken. Omgekeerd gebeurt het ook dat dat briljante idee dat ik dacht te hebben, ja, dat het in duigen valt, dat het helemaal niet steekhoudend blijkt te zijn. Het is een schrijfwijze die veel concentratie en aandacht, energie vraagt. Tegelijkertijd vind ik het heel boeiend. Het is een ervaring van vrijheid en vooral vaak ben ik zelf verrast, verwonderd door datgene wat er uiteindelijk uitkomt. En het kan vreemd klinken, maar ik vind dat ik zelf veel bijleer als ik zo aan het schrijven ga. Een derde karakteristiek van mijn schrijven, en dat heeft uiteraard te maken met mijn bezigheid als internetpastor, zou ik omschrijven als de invloed, de normatieve invloed van het internet. De wetmatigheden van de digitale communicatie, van datgene wat plaatsvindt, wat gebeurt op het internet, worden meer en meer ook normatief voor de fysieke wereld, ook voor het schrijven. Schrijven van boeken, schrijven van artikelen en dergelijke meer. Ik zou vier puntjes daarvan willen benoemen. Ten eerste de steeds korter wordende aandachtsboog. Het is niet noodzakelijk een probleem, het is gewoon een gegeven. In de digitale omgeving, we weten dat, is die aandachtsboog beperkt tot 2-3 minuten. Dat is de gemiddelde tijd die men besteedt op een website. En binnen de eerste seconden beslist de surfer of hij al of niet blijft op die pagina. Vandaar dat ik probeer om heel scherp te schrijven. Korte zinnen. Alles wat niet strikt noodzakelijk is, schrap ik. Onverbiddelijk. Geen lange inleidingen. Geen adjectieven. Straight to the point. En als het even kan, val ik met de deur in huis om de aandacht van de schrijver meteen te pakken. Vandaar dat ik graag gebruik maak van storytelling. Het vertellen van korte verhaaltjes, dat geeft een thuisgevoel. Dit verhaal herken ik, zeggen mensen. Dit gaat over mij, voel ik als lezer van binnenuit. En een verhaal kan bovendien heel veel herkenningspunten geven. Het roept herinneringen op, als het even kan. En dat heeft ook te maken met het verhaal, visuele herinneringen. Het gaat naar de binnenste kant, naar de intimiteit van de eigen ervaring. En zo maakt het mogelijk dat de tekst die geschreven wordt, werkelijk in dialoog gaat met het eigen leven, met de eigen ervaring, heden en verleden, toekomst van de lezer. Vandaar dat die storytelling zo behulpzaam is en dat ik er bijna systematisch, als het even kan, gebruik van maak. Derde punt. Het kan een evidentie lijken, maar het is niet altijd zo voor de hand liggend. Inclusief schrijven. Het internet kent geen muren. Iedereen kan je digitale producties lezen, ook mensen waar je helemaal niet aan gedacht had, mensen met wie je normaliter niet in contact komt. En in het digitale pastoraat, mijn internetpastor, vind ik dit werkelijk een buitenkans. Bijvoorbeeld zo katholiek als de Ignatiaanse spiritualiteit wel mag zijn, de facto bereiken we meer en meer protestantse christenen, in het bijzonder dankzij dat digitale
pastoraat. Ook mensen die anders nooit in een kerk zouden komen of die zich niet welkom voelen, om welke reden dan ook, in de kerk. Een van de concrete gevolgen hiervan is dat ik werkelijk die aandacht ontwikkel, zowel digitaal als fysiek, voor inclusief schrijven. En het is perfect mogelijk om trouw te zijn aan je eigen traditie, wat mij betreft de katholieke Ignatiaanse traditie, en toch zo te schrijven dat ook mensen van andere tradities, van andere geloven, van andere spiritualiteiten zich gerespecteerd en zich thuis voelen. Gewoon een, ik zou bijna zeggen banaal, het is nooit banaal, voorbeeld. Vorig jaar hebben we voor onze website Bidden Onderweg een podcastserie geproduceerd voor de LHTBQ-gemeenschap. Vorig jaar, meer in het bijzonder, ging het over een podcastserie over liefde tussen mensen. En we hebben die zo geformuleerd, zo geredigeerd, was heel eenvoudig, dat alle mensen, ook mensen uit de LHTBQ-gemeenschap, zich daarin konden herkennen, zich daar thuis konden bij voelen. Of ik geef nog een voorbeeld, ik ben daar eigenlijk door verwonderd en heel blij om. Mijn boeken, de meeste van mijn boeken, zijn vertaald in het Arabisch. De Arabische Jezuïten menen namelijk dat mijn schrijfstijl van die aard is dat zij toelaat om Ignatiaanse spiritualiteit bespreekbaar te maken en aan te bieden aan moslims. Inclusief schrijven. Een vierde en laatste aandachtspuntje wat die digitale normativiteit betreft, zou ik noemen het spanningsveld tussen anonimiteit en personalisering. We weten het allemaal, op het internet is anonimiteit troef. En het gaat gepaard met een exponentiële toename van fake news en dergelijke, en bij gevolg een veralgemeend wantrouwen. En tegelijkertijd merk je op het internet een hele sterke tendens tot personalisering. De surfer wil weten van wie een bepaalde content afkomstig is. Is er vertrouwen in die persoon, liefst een persoon, het kan ook een groep zijn, dan zal de kans groter zijn dat hij of zij die content als geloofwaardig, als waarachtig zal beschouwen. Tot in het absurde toe. Denk aan Trump en andere populistische leiders. En tegelijkertijd is er al lange tijd eigenlijk een steeds langer durende opgang van het getuigenisgenre. Wel, ik stel vast dat ik zowel digitaal als fysiek op een voorzichtige manier meer plaats geef aan het getuigen, het spreken vanuit mijn persoonlijke ervaring. Ik sta absoluut huiverig ten aanzien van de I, me and myself cultus. Tegelijkertijd merk ik hoezeer het geven van een persoonlijke touch en van het even openen van de persoonlijke ervaring van de schrijver beantwoordt aan een verlangen van het publiek. En om de reden die ik net noemde, kan het ook leiden tot een toename in de geloofwaardigheid, in de waarachtigheid of de beleving van waarachtigheid door de surfer. Een vierde en laatste punt gaat over de secularisering die blijvend sterker wordt. Het christelijk referentiekader, we weten het allemaal, is al lang niet meer toonaangevend in onze cultuur. En toch wordt de zinvraag opnieuw en misschien scherper en anders gesteld. Geloven kan, maar geloven, en dat bedoel ik niet op een negatieve manier, en om het even wat. Niet geloven kan ook. En wat je gelooft hangt helemaal af van jezelf. Je bent vandaag baas in je eigen ziel. Dat betekent onder meer die secularisering, dat het christelijke jargon vandaag voor bijna de meeste van onze tijdgenoten voorbijgestreefd, ouderwets, zo niet storend, wordt ervaren, ongeloofwaardig.
En in mijn schrijven probeer ik maximaal die context, dus gewoon een context, recht te doen. En net om die reden was ik zo blij met het feit dat ik die publieksprijs gekregen heb voor mijn boek Levenslessen. En dat datzelfde boek in Nederland in de top 5 stond, of in de shortlist van 5 boeken voor het beste theologische boek dat in 2023 in Nederland gepubliceerd is geworden. Een vriend van mij schreef dat dat boek God ademt in alle poriën. En nochtans komt het woord God in dat hele boek maar 2 keer voor. En de naam Jezus komt helemaal niet voor. Discretie kan in bepaalde situaties blijkbaar zinvol zijn. Het is geen must. In mijn volgende boek, dat uitkomt in februari 2024, komt de naam van Jezus 539 maal voor. En het woord God komt 315 keer voor. En het boek dat daarna komt, waar ik nu aan het schrijven ben, heeft als werktitel Geloven in Jezus, hoe kom je erbij? Concreet, dat inclusief schrijven. Of sorry, dat rekening houden met de secularisatie. Ik zal nooit schrijven wij christenen. Ik schrijf wel christenen geloven dat. Zo vermijd ik dat niet-christelijke lezers, en ik hoop dat die er ook zijn, dat die zich uitgesloten voelen. En bovendien, het gaat eigenlijk verder. Voor de meeste mensen, ook voor belijdende christenen, is vandaag geloven geen evidentie meer. Geen plaats laten voor de twijfel. Al te affirmatief spreken maakt dat vandaag ook niet, ook belijdende christenen, een onaangenaam gevoel kunnen krijgen. Vandaar dat ik die al te affirmatieve geloofsuitspraken hoe dan ook naar belijdende christenen toe probeer te vermijden. Een tweede aandachtspunt dat verband heeft met die toenemende secularisatie, of blijvend toenemende secularisatie waar ik het daarnet over had, is moeilijker, vind ik, complexer. Als pasgewijde priester, ik kwam net terug uit mijn lange studies, filosofie en theologie, was daar vol van, was ik heel enthousiast over de eindeloze subtiliteit en rijkdom van het christelijke en Ignatiaanse jargon. En ik gebruikte die woordenschat graag en ik probeerde mijn toehoorders, of mijn leerlingen enzovoort, ik probeerde hen die heel subtiele woordenschat ook aan te leren. Ik heb dit losgelaten. Het werkt niet. De grote uitdaging, denk ik, voor deze tijd, als je wil spreken over geloof, over spiritualiteit en dergelijke meer, is die van de inculturatie. Is om in het hedendaagse woordgebruik, in de hedendaagse culturele producties en dergelijke meer, de aangepaste woorden, de aangepaste formats te vinden om iets van die geloofservaring, van die spirituele diepgang, noem maar op, uit te drukken. Van niet ondanks die geseculariseerde cultuur, maar dankzij die seculiere, geseculariseerde cultuur en in die cultuur werkelijk iets te kunnen zeggen over die ervaring van waaruit ik leef, die christelijke ervaring vanuit het Ignatiaanse perspectief, wat mij betreft. En dat vind ik helemaal geen nederlaag, vind ik helemaal geen pijnlijk compromis. Integendeel, ik vind het een boeiende en rijke uitdaging.